De uitwerking van de oefentoets of successchakelingen. De weerstandsformule is R is U gedeeld door I. Allemaal hoofdletters, 1 punt. 1b, de eenheid is ohm. Omega teken, 1 punt. En de opstelling die je hier ziet om weerstand te bepalen, die is zodanig dat je ziet dat de amperemeter in serie staat met het lampje en de voltmeter over het lampje heen, parallel eroverheen. Nou, het schakelschema daarvan ziet als volgt uit. Spanningsbron, je kunt ook één batterij tekenen gewoon. Amperemeter staat in serie met het lampje en de voltmeter staat er parallel overheen. Dus niet alles in serie, de voltmeter komt altijd ergens overheen. De stroomsterkte door de televisie, dan schrijf je de netspanning op, 230 volt, die moet je weten. De weerstand is bekend. En gevraagd is de stroomsterkte. Schrijf de formule R is U gedeeld door I om, naar I is U gedeeld door R. Vergis je daar niet. En dan wordt het uiteindelijk 0,4 ampère. 1 punt voor deze gegevens, 1 voor die en 1 voor de uitkomst met de eenheid. Is de eenheid fout, dan kost het 1 punt. Schrijf je niet op wat je uitrekent, dan kost het ook een punt. De kleurcodes, hoe zit dat? De eerste ring die je hier ziet, dat is een getal. En dat is rood, dus het getal 2. Dat staat in je tabel, in je boek. De tweede ring is ook een getal, dus ook het getal 2. Dus we hebben 2, 2. En dit is het aantal nullen. En zwart is 0, dus er zijn geen nullen, dus we hebben de waarde 22 ohm. 2 punten voor de uitleg. De gouden ring, nou dat is een vrij goede weerstand, want de tolerantie is maar 5%. En dat is de afwijking, de weerstand kan 5% hoger of lager zijn. Nou, de maximale weerstand is dan 5% van die 22. Dan kun je 0,05 keer 22 doen, dus 1,1 ohm. Of je deelt hem door 100 en doet hem keer 5. En dat is je maximale waarde, 22 ohm plus die 1,1 is 23,1 ohm. 2 punten voor die. Vraag 4, de lengte van de draad is 7,5 meter, namelijk 4 ohm voor 1 meter. 30 gedeeld door 4 is 7,5 meter. Als je een batterij gebruikt van 9 volt en je sluit een lampje aan dat geschikt is voor 6 volt, dan brandt het lampje snel door. Spanning is namelijk te hoog, stroomsterkte ook. Het nut van de voorschakelweerstand is om te zorgen dus, als je hier een spanning hebt van 9 volt, en die staat over je lampje, die geschikt is voor 6 volt, dan brandt je lampje door. Pak je een voorschakelweerstand, dan komt er ook spanning overheen te staan, en dan wordt de totale stroom wat kleiner. Het componentje dat we hieronder zien heet een LDR. Light Dependent Resistor, 1 punt. En wat gebeurt er met de stroomsterkte als de lamp uitgaat? Nou, wat je hier ziet, de lamp gaat uit. De weerstand is groter, namelijk 10 kilo ohm in plaats van 1. En de stroomsterkte is dan kleiner. Een toepassing van het componentje. Bij een automatische straatverlichting is het bijvoorbeeld de sensor. En als het dan licht wordt, moeten de straatlantaarns uitgaan, vaak samen met een relais. De NTC betekent negatieve temperatuurscoëfficiënt, 1 punt. En hoeveel neemt de weerstand af als we van 10 naar 90 graden Celsius gaan? Mijn C staan hier. Nou, en dan heb je bij 10 graden Celsius 900 ohm. En bij 90 graden Celsius zit je rond de 40 ohm. En het verschil is 860 ohm, 1 punt. Nou, de opstelling voor de lichtsterktemeter. De batterij levert een spanning van 3 volt. En ze meten in de felle zon een stroomsterkte van 0,22 ampère. Hoe groot is dan de weerstand? Nou, over die ampèremeter staat geen spanning. Die heeft namelijk geen weerstand. Dus al die spanning, die 3 volt, staat over je LDR. R is U gedeeld door I. Spanning is 3 volt. En de stroomsterkte 0,22 ampère. Dan is de weerstand 14 ohm. 2 punten, indien het netjes is uitgewerkt. Nou, wat verandert er bij B? Later op de dag,
meten ze nog eens de lichtsterkte. En dan is die nog maar 1/10 milliampère de stroomsterkte. En dan is de weerstand wederom RSU gedeeld door I. Maar hier moet je delen door 1000 om ampère te maken. En dan kom je uit op 30.000 ohm, oftewel 30 kilo ohm. Mag, hoeft niet. Wat we hier zien is een relais. En een voordeel vergeleken met een gewoon schakelaartje is dat het veilig is en kostenbesparend. Dat kun je ook zien bij de vraag C en D. Waarom is het veiliger dan een gewone schakelaar? Nou, op het moment dat je een schakelaartje inschakelt, gaat er een kleine stroom vloeien in het circuit waar jij die schakelaar aanraakt. En een grote stroom in het andere circuit, bijvoorbeeld een zware motor. En dan zit je dus niet met je vingers aan die hoge spanning. Waarom is het kostenbesparend? Nou, als je in de regelkamer zit en je schakelt een schakelaar in, en het relais staat een kilometer verderop, bij een zware motor, dan kun je met hele dunne draden naar het relais gaan. En bij de motor zelf staat dan dat relais met korte, dikke snoeren. En dan bespaar je heel veel dikke kabellengte. Nou, welke stappen zijn er nou, waardoor die lamp in de rechtersituatie uitgaat? Als de schakelaar open staat, dan is die spoel hier, klosje zeg maar met koperen windingen, niet meer magnetisch. Het anker wordt niet meer aangetrokken. En het gele plaatje hier, dat gaat van het maak naar het fabriekcontact. En dan is hier contact verbroken en dan gaat je lamp uit. 3 punten, elke stap 1 punt. Nou, wat gebeurt met de lamp in de onderste situatie als we de schakelaar sluiten? Als je de schakelaar sluit, wordt de spoel een magneet. Je trekt het ankertje aan naar links en dan zal je lamp uitgaan. 2 punten. Als deze behandeld is, de transistor. Leg uit waarom bij onderstaand inbraakalarm de bel gaat als de magneet wordt geplaatst. Ik zal hem eerst even uitleggen. Wat je hier ziet is een transistor met een basis, collector en emitter. 3 aansluitpunten. Een bel of een zoomer. Een weerstand om te zorgen dat de stroomsterkte niet te groot wordt. En dit is het readcontact. Dat is een magneetcontact, gewoon bij een deur of een raam. En als dat verbroken wordt, de magneet gaat weg, dan is hier een opening, een magneetcontact. Nou, hoe werkt zo'n transistor? Op het moment dat er een stroom door de basis gaat vloeien, dan gaat die schakelen. Dan gaat er ook een stroom in dit circuit vloeien van C naar B naar E. Nou, in deze situatie gaat de stroom van plus naar min. De makkelijkste weg is deze route. Als we nu de magneet weghalen, dan zie je dat die stroom niet meer van de plus naar de min volgens deze route kan. Wat doet hij dan? Dan zal hij door de basis aan emitter gaan. Dus dan gaat hij zo vloeien. We hebben net gezegd, als een stroomsterkte door de basis vloeit, die voldoende groot is, schakelt hij en dan gaat hier dus ook een stroom vloeien aan je bel. Nou, de score. Zonder die laatste deel je punten door 3.3 en met de laatste door 3.6.